Dankjewel, Julia. Hoi. Hallo, lieve. Van Tom. Hallo, Mindy. Hi. Hallo, Guusje. Hallo, Joyce. Hoi. Hallo, Janu. Ja, ik zeg wel tegen die juffrouw dat ze niet moet kijken. Tom heeft een Justin Bieber onder. Nu heb je hem niet goed opgezet, hè? Waarom niet? Ik geef hem meteen aan jullie daar, jullie zijn daar veel beter. Yes! Ja. Ik weet niet wat we gaan doen vandaag. We gaan tennissen wel. Ja. Gaan we hier even Mindy vloggen? Ja, we gaan tennissen. Ik ga even shoppen. Tom heeft een nieuwe winkelman. Van zijn verjaardag. Ja, eerst papieren dingen. Lekker shoppen. Shopje doen met deze. En nu gaan we even overtassen. Kom lieve, ik ga filmen hoe we gaan oefenen. Ze schelt trouwens goed Nederlands, Mindy. Weet ik. Nederlands? Ja. En toen gingen we een suikerspul voor de juf halen bij de koop. Oh. Tom, mag je een nieuwe bal? Ja. Nu geef ik de vlog even over aan lieve en nu gaat zij even tennissen. Met mij. Oh. Ja. Mag ik naar jou? Ja. Speel even een bal. Mindy sloeg de bal in het net. Nu, wij moeten samen. Schrikkelijk. Ja, echt hoor. Oh, daar komt de bal. En ik sloeg ook in het net. Oh. Oh, ik had hem. Hoi Tom. Hallo. Tom gaat even vloggen. Ja, ik ga net even vloggen. Hier zijn ze allemaal. Nou, je ziet, ze zijn echt fantastisch aan het bewegen. Niemand maakt een fout. Niemand maakt een foutje nu. Kijk, en wat die dames nu gaan doen, en die heren ook, die gaan zonder competitie spelen. En het is vandaag de bedoeling dat ik het stukje met hun ga serveren. Om hem weer een stukje beter te maken en hem weer kampioen te laten worden met de competitie. Want normaal wordt er in deze vlogs natuurlijk heel veel onzin geschopt. Alleen er wordt tegenwoordig ook gewoon getennist nog hier op de tennisbaan. Dat is natuurlijk wel belangrijk om dat eventjes te vermelden. Tom is aan de nieuwe Evgenoos. Wat zei je? Evgenoos, dit zie ik. Tom haalt zo in met de abonnees. Zeker haal ik Enzo Knol in. Dat is trouwens even belangrijk inderdaad, Enzo Knol. Ik ben echt veel beter en veel leuker als jou. Tom is veel beter als Enzo Knol. Precies. Dus ja, goed. Daar is natuurlijk geen woord aan gelogen, hè, Julia. Lach jij mij nou uit, Julia? Nee. Aha. Oké. Okay. Kijk mensen, ik kan een kijkhoedje truc. Zo. Wow, yo. En dan niet opvangen? Jawel. Nee, maar even opnieuw. Oké, okay, even opnieuw. Ik verwijder dat wel gewoon eruit. Nee. Kijk. We doen even een shout-out naar juffrouw Sylvia. Oh ja! Dat wou ze graag. Ja. Peace. Ja, alright. Ja, juffrouw Sylvia. Ik weet niet wie jij bent. Is je kleuterjuf en die hebben wij in groep 6 gehad. Oké. Okay. Die is superleuk. Die is superleuk? Ja. Oké. Okay. Nou, ik vertrouw jullie. Wij moeten soms spelletjes bij die doen met. Goed, de laatste minuut van de vlog is alweer ingegaan. Nee. Wat nee? Dat is niet leuk. Ja, want de les gaat bijna beginnen. Nee? Nee. Oké. Okay. Pim, jij dringende zaken die... Nee? Ook geen kusjes aan je moeder? Nee. Nee? Oké. Okay. Ja, goed. Dat kan. Een shout-out naar juffrouw Jenny. Een shout-out naar juffrouw Jenny. Juffrouw Jenny is ook heel leuk. Oké. Okay. Moet jij nog een shout-out aan iemand doen, Joyce? Ook niet in ieder geval. Shout-out aan mama Linda. Okay. Shout-out naar mama Pete. Oké. Shout-out naar Susanne Lolle. Shout-out naar Charlie. Charlie? Die heet Charlie Sneeuw. Die heet Charlotte. Ja, maar die heet Charlie Sneeuw. Okay. Ja, want jullie moeders zien het wel. Jullie moeders zien het wel, inderdaad. Naar Petra. Naar Pete. Mijn moeder. Naar Pete? En naar mijn vader Marco. Mark. En de beroemde vader van Lieve Wijnand. Ja, alright. Goed, dames en heren. Tot een volgende keer. Als iemand nog wat moet vertellen, dan moet je net heel snel zijn. Hoi. Doei mensen, volgende week komt Tom weer een vlog. Ja, als Tom dat wil. Hoi. Doei. Doei. Top.